Goedenavond, ik ben Bibianne Karel en welkom bij de 40ste editie van Miss Kan het Oog. Nummer 9 moet als eerste, toch? Dus Kelly. Kelly moet als eerste. Kelly als eerste, Kelly als tweede, Bibian als derde, Cato als vierde en Monique als vijfde. Hoi, stel je even voor. Ik ben Jessica Overdoom en ik doe mee aan de 40ste editie van Miss Kan het Oog. En wat wil je van me weten? Nou, ik heb gehoord dat jij ook vlogt in dagelijks leven. Ja, dat klopt. Vertel even. Mijn YouTube-kanaal heet WeBlended en ik ben hier de hele dag al bezig met vloggen. Dus iedereen vindt het heel leuk om eraan mee te werken. En ik vind het ook heel leuk om dit op YouTube te krijgen. Dus, En waarom doe je mee aan Miss Kan het Oog? Omdat ik een verschil wil maken in de wereld. Nee. Wereldvrede. Ja, wereldvrede. Nee, een vriendin van me had me opgegeven en het leek me hartstikke leuk om hier aan mee te doen. Dus daarom ben ik hier nu. Nou, hier hebben we nog een Miss Kan het Oog. Stel je even voor. Ik ben Kelly van Sikkeleres. Ik ben 19 jaar oud, kom uit Heerhugowaard. En ik doe mee aan Miss Kan het Oog. En waarom? Omdat ik het heel erg leuk vind. Goed antwoord, ja. En ben je al zenuwachtig? Nee, ik ben niet echt zenuwachtig. Ook omdat ik het gewoon heel erg leuk vind met de meiden, de spanning. En het komt helemaal goed. Ik ben Monique, ik ben 23 jaar en ik kom uit Alkmaar. En ik mag ook meedoen met Miss Kan het Oog. En wat is de reden waarom je meedoet? Nou, dat was eigenlijk wel hartstikke leuk, want mijn moeder had me getagd in een Facebookberichtje. En toen werd ik gescout door Lisette om te vragen of ik mee wilde doen. Dus superleuk. Ja, en ben je zenuwachtig? Vind je het spannend? Ja, ik vind het heel spannend. Ja, wel gezonde spanning, maar ik denk dat iedereen dat wel heeft. Ik denk, we hebben pittige concurrentie, dus zeker. Ja. En hoe is de sfeer onderling? Nou, het zijn eigenlijk allemaal hele leuke meiden. We gaan leuk met elkaar om. Dus leuke, gezellige sfeer, zeker. De Miss van vorig jaar, Miss Kan het Oog. Hoe is het bevallen het afgelopen jaar? Nou, het is mij heel goed bevallen. Ik vond het superleuk hoe het allemaal gegaan is. Toen ik hier mijn kroontje kreeg, toen ging er echt een wereld voor me open. Ik had net nog geen week mijn rijbewijs. Dus ik stond te stuiten op het podium en ik dacht echt van, oh shit, yes, nu is die auto van mij. Ben je nieuwe mogelijkheden tegengekomen als Miss, zeiden nu? Niet zozeer zeker als Miss zijnde, maar ik heb mezelf wel verder ontwikkeld door dit Miss gebeuren. Het begon als grap dat mijn moeder me op had gegeven voor een misverkiezing in Noord-Holland. En daarna vroegen mensen van, hey, lijkt je niet leuk om mee te doen met Miss Kan het Oog? Nou, toen ben ik hier beland, hebben we de voorrondes gedaan, super spannend, leuk. Mijn droom is om presentatrice te worden, dus ik dacht, waar kan je beter beginnen dan bij een misverkiezing om jezelf te presenteren? En toen is zo het balletje gaan rollen en nu zit ik in de race voor Miss Nederland.
is Miss nummer 9, Kelly Hameling. De nieuwe Miss, Miss Callenzoog 2016 hier in Brekers, is Miss nummer 4, Remy Kruk. Demi, jij bent Miss Callenzoog 2016. Op de eerste plaats natuurlijk heel erg gefeliciteerd. Hoe blij ben je? Heel erg blij, heel erg bedankt. En ja, ik weet niet, het is echt moeilijk om te omschrijven hoe ik me voel, maar ik ben gewoon heel erg blij en ik voel me trots. Ik vind het ook echt leuk dat ik uit Callenzoog kom en Miss Callenzoog kan vertegenwoordigen. Dus heel erg leuk. Ja, de afgelopen jaren is dat anders geweest. Was niemand uit Callenzoog die gewonnen heeft? Nee, vorig jaar heeft Denise Zwier gewonnen. Die komt uit Zuiperkaspel. En dat jaar daarvoor volgens mij ook niet uit Callenzoog. Ik weet dat in de jury wat missen uit Callenzoog echt ook uit Callenzoog komen. Maar verder, het werd weer eens tijd voor een echte miss uit Callenzoog. En nu, wat zijn de plannen? Nou, ik vind het wel heel erg leuk dit. Dus ik wil me er wel mee bezig blijven houden. Maar wat ik hierna ga doen, ik weet het niet, misschien ga ik Denise ook wel opvolgen voor Miss Nederland. Dus dat zou heel leuk zijn. Of Miss Noord-Holland, eerst maar eens stapje voor stapje. Dus, En dit weekend, op korte termijn, wat ga je doen? Ik ga zeker een feestje vieren. Met vrienden, familie, iedereen is er nu ook. Dus dat ga ik zeker met mijn familie en vrienden vieren. Nou, ik denk dat jullie dat wel verdiend hebben, want jullie zijn hoeveel weken bezig geweest? Ik heb in de eerste voorronde meegedaan, dus dat is denk ik nu al 8 weken geleden. En vorige week de halve finale en nu de finale, dus ik denk wel een week of 10 bezig geweest nu.